We zijn niet tevreden met de uitspraak van de rechter. Omdat het misschien anders wordt vertaald, maar goed, de rechter heeft gesproken. En dat is het. Waarmee bent u niet tevreden? Nou, dat we zijn veroordeeld om terug te gaan naar de werkvloer, terwijl we hier bezig zijn met de vakbondstrijd. We hebben conform het besluit van de rechter, de staking hebben we opgeheven. En de leden geïnformeerd. We hebben de leden geïnformeerd over het vonnis. De staking is als zodanig opgeheven. De directie is daarover ook geïnformeerd. En dat is het. De leden hebben een vergadering aangevraagd. Ze hebben terstond een vergadering aangevraagd. En wanneer je leden een vergadering aanvragen, moet je daaraan gehoor geven. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Dus morgen zijn jullie gewoon aan het werk? We zijn nu in vergadering. En morgen? Weet ik nog niet. Na de vergadering? We hebben een vergadering waarin we zaken gaan bespreken en dan gaan we tot een besluit doen. Laat me duidelijk zeggen. Er zijn twee zaken die spelen en ik wil me nu bezighouden met dat wat de EBS me als werkgever heeft aangezegd. Ja toch, ze hebben me verweer aangezegd. Ik heb me verweer gevoerd en in mijn verweer heb ik niet, zoals meneer Leo de indruk wil doen wekken, alsof ik hem heb gezegd sorry of zo. Heb je niet gedaan? Tegen meneer Leo sorry? Ja. Nee, ik vind het alleen jammer. Ik betreur dat hij zich beledigd voelt. Ja. Ik heb niemand beledigd. En ik kan niet helpen dat men zich beledigd voelt. Ik heb niemand beledigd. We hebben meneer Leo vaker betrapt om dingen te zeggen die strijdig zijn met de waarheid. Ik ben niet overtuigd van dat ik voorwaarden zoals de CAO heb vertrapt. In tegenstelling kan ik de directie aantonen en waarbij ze hebben meerdere malen hebben aangeschreven dat zij bezig zijn, die CAO waarover ze het hebben, met regelmaat de bepalingen daarin zijn bezig zijn te vertrappen. En ik zou me niet zozeer storen aan uitspraken van de directeur van de NVIBS, omdat de OAS een organisatie is die rechtspersoonlijkheid heeft, zijn statuten heeft, zijn bepalingen heeft en alles met betrekking tot de OAS, rondom de OAS, dat wordt bepaald hier door de OAS en niet door de directie. Maar kan dat je nog voorzitter blijft terwijl geen IBS'er bent? Oh, ik ben voorzitter. Daarom interview je me toch. Ik ben de voorzitter van de OAS. Ik weet niet wat meneer Brunswijk beweert. Ik denk dat meneer Brunswijk slim denkt te spelen met zijn woordkeuze die hij allemaal en de woorden die hij allemaal gebruikt. Ik weet niet dat er iets staat over gedragsregels in de statuten van de OAS. De statuten van de OAS gaat het om hoe de vereniging in elkaar zit, wat de doelstelling is en de bepalingen, hoe de zaken hier in de OAS worden geregeld. Ik weet niet. Ik heb de statuten van de OAS samen met het huishoudelijk reglement heb ik meerdere malen doorgenomen. En ik zie niet dat er iets daarin voorkomt over gedragsregels. Ik vraag me in gemoede af waarom de directeur van de EBS zich wil gaan bemoeien en bezighouden met de statuten van de OAS als vakvereniging. De OAS staat op zichzelf. En we gaan als vakbond niet dulden dat buitenstaanders zich komen bemoeien met de interne organisatie OAS. Absoluut niet.